Mijn naam is Tineke van der Graaf en ik ben Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. De overheid kan niet alles. En dat is maar goed ook, zou ik willen zeggen. Nederland is in de eerste plaats een samenleving, waar we met elkaar in het groot en klein een gemeenschap vormen. Waarin we voor elkaar zorgen, met elkaar meeleven, samen zoeken naar wat het beste is voor ons dorp, voor onze wijk, voor onze stad. En een overheid, die kan niet zorgen, medeleven tonen of een gemeenschap van binnenuit versterken, zoals mensen dat wel kunnen doen. Juist in coöperaties. Nederland, Noord-Nederland, is het mooist waar mensen samen opstaan. Heeft de overheid dan geen rol? Zeker wel. En als vertegenwoordiger van de ChristenUnie vind ik het belangrijk dat coöperaties volop de ruimte krijgen. Dat zij het recht krijgen om tegen een gemeente, een provincie of een landelijke overheid te zeggen: wij willen deze taak van jullie overnemen omdat wij denken dat we het beter kunnen. Het right to challenge. Omdat ik ervan overtuigd ben dat mensen het ook vaak beter kunnen.